De ochtend loopt voorbij, maar rond 12 uur was er opeens dat geluid. Ik hoorde een klappistoolgeluid. Dit was geen klant, maar een gek die om zich heen schoot. Een dagje winkelen sloeg van het ene moment om, van het ene moment op het andere moment. Ongeloof, ontzetting en paniek. Veel mensen renden weg of vielen op de grond. Ik werd geraakt in mijn schouder en been, maar bleef overeind. Op woensdag 20 april werd een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers van de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Anderhalve week eerder beroofde de 24-jarige Tristan van der Vlis hier 6 mensen op brute wijze van het leven. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en premier Rutte wonen de dienst in Theater Castellum bij. Voor wie bent u hier vandaag gekomen? Nou, eigenlijk voor de totale gemeenschap. Wij woonden bij het winkelcentrum hier in het centrum. We moesten er 's avonds uit. En ja, dan ben je ook meteen betrokken. En verder hebben wij weinig van de Ridderhof meegekregen dan alleen maar. Ik ging er die week daarna iedere dag een keer langs. Mijn medeleven met de nabestaanden, met de families die zijn overgebleven. Ik sta hier voor de slachtoffers en voor de hele gemeenschap. En eigenlijk voor iedereen. Wat doet deze dag met u? Ja, je wordt er stil van. Het leven is vergankelijk en dit gaat wel erg plotseling. En ja, dat heb je niet in de hand. Daar moet je dus in berusten. Nou, het maakt wel indruk. Zeker die ondernemer, de bloemenboer die we net aan het woord hebben gehoord. Nou, was een mooi verhaal dat hij hield. Ja, wat vind ik van deze dag? Ja, geweldig natuurlijk in principe. Dat is herdenkt worden. Wat doet dit persoonlijk met u? Persoonlijk? Ja, hoe gek de jeugd tegenwoordig kan doen. Nou, ik vind dat de mensen wel heel erg betrokken zijn allemaal. Ja, en ik vind ook dat het een hele mooie dienst was. Ja. Kunt u het een beetje afsluiten? Ik kan het wel afsluiten. Ik weet eigenlijk niet wat ik ervan moet vinden. Het is gewoon heel bizar.